Ik heb veel boosheid in me en ik kan dat soms afreageren op de mensen om me heen. Hoe kan ik leren omgaan met mijn reacties? Als iemand jou wil hebben, zeg maar, jou echt boos wil maken, dan moet hij met een busje op het fietspad rijden en dan jou afsnijden. Dat... Ja, nee, dan word ik wel echt woedend. Aan de andere kant kan boosheid ook bijvoorbeeld heel belangrijk zijn om een grens aan te geven. He, dus wat je dus ook ziet, is als je totaal geen boosheid hebt, dat dat ook het risico geeft dat mensen misbruik van jou maken. Welkom bij de mentale spreekkamer. Dit is de podcast waarin we jou meenemen achter de spreekkamerdeur en alle waardevolle tips en informatie delen met je. Mijn naam is Chris, hij is als in Spee en naast me zit Aisha, neurowetenschapper en neuropsycholoog. En vandaag gaan we het hebben over een emotie. Welke emotie? Ja, dat is een goede vraag. We hebben een vraag gekregen en die leidt als volgt. Namelijk van, ik heb veel boosheid in me en ik kan dat soms afreageren op de mensen om me heen. Hoe kan ik leren omgaan met mijn reacties? Ja. Ben jij wel eens boos? Ik ben wel eens boos. Vertel. Maar ik ben eigenlijk bijna nooit woedend of zo? Nee. Ah, ik kan me misschien wel een, een situatie in jouw geval bedenken waarin jij misschien wel woedend bent. <laughs> misschien is dat niet voor nu. Nou ja, nou ja ik, uh, het, 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 het heeft te maken met vierwielers. Grote witte busjes die zomaar op de stoep. Oh ja, ja. vliegen, als het ware, en jou afsnijden. Daar heb je volgens mij wel echt, dat is jou... Als, je, als iemand jou wil hebben, zeg maar, jou echt boos wil maken... dan moet hij met een busje op het fietspad rijden en dan jou afsnijden. Dat... Ja, nee, dan word ik wel echt woedend. Ja, dus nee, dan. Nou, dan ken ik je nog best wel goed eigenlijk. Ja, redelijk. <laughs> nee, nee, inderdaad. Ik heb echt als ik... Um... Maar dat komt omdat ik, um... even zien... Tussen twee en drie jaar geleden ben ik drie keer aangereden in een jaar... Mm -hmm. Al het keren op een fiets. Uh, even zodat de luisteraar me ook begrijpt dat ik niet zomaar een uh, verkeerstiraan ben. Maar dat er iets meer achter ligt. Yeah. En uh, aan een van die uh, aanrijdingen heb ik uh, chronische klachten in mijn pols overgehouden. Dus ik heb elke dag chronische pijn in mijn duim. En uh, neins, uh, ja, mijn pols is ook veel minder sterk. En de uithoudingsvermogen is veel slechter. Er is nog een hele lange nasleep aan uh, overgehouden. En elke keer als iemand me dus afsnijdt, dan krijg ik zowel een beetje spanning. Omdat ik denk, oh shit. Ja, nu gebeurt het weer. Nu word ik straks weer afgezien. Nu krijg ik weer, uh, val ik weer of iets dergelijks. En ook dat ik gewoon denk van. Jeetje, wat ben jij Ja. Het yeah. is echt een beetje de combinatie. Dus en een beetje angst. Omdat ik dan denk van hé, hey, straks overkomt me dit weer. En dan, nou, dan uh, krijg ik daar weer last van. Maar ook dat ik um, in het begin was dat meer angst. Alleen nu is dat een beetje omgezet in boosheid. Dus eerst was ik heel erg bang bij al die busjes. En ik ken nog steeds al dat mijn uh, hart af en toe een beetje overslaat. Maar niet meer dat ik niet dat ik in paniek ben of dat ik niet meer. Uh, fiets en um, dat soort zaken. Dus dat is een stuk minder. Maar nu is het een beetje omgeslagen in boosheid. Dat ik gewoon denk, als iemand me, af, me, me afsnijdt, dat ik dan echt denk van jeetje, wat ben jij een aso, zeg? En dat ik dan ook af en toe gewoon echt zo heel boos kan kijken. Of een beetje zo zwaaien van: hallo, heb je ogen? Ja, <laughs> ja, ja dat ik ook een beetje dan zelfs een beetje kan uitlokken. Nee, dat ik gewoon echt even mijn punt wil maken. van... Hey, jij bent super ASO, doe ze even, rij, rij gewoon veilig. Ja. ja, en we kunnen denk ik wel ook algemeen een statement maken dat Fietsen in drukke steden, denk aan uh, Utrecht, Rotterdam, Amsterdam. Dat is gewoon. Dat, dat, dat zou eigenlijk binnen de risicofactoren van de WHO op eerder dood moeten zitten. Want ik, ik, ik heb jarenlang gefietst in, in, in die steden en het is soms echt levensgevaarlijk. Ja. Je hebt ook gewoon echt. Ik me nog in Amsterdam bij, bij Leidse daar, daar heb je dus een kruispunt. Kent wel wat ik bedoel, die voor Heineken, uh, ja. Heineken Factory, of hoe dat ook heet? Daar ja. heb je dus een kruispunt. En die staat er bekend om dat mensen met 50 km per uur worden aangereden op de fiets. Omdat dat echt zo'n kruispunt is dat als het groen is voor de fietser, de auto dan een soort van oranje heeft. Ik weet niet wat daar fout gaat, maar mensen worden daar heel vaak aangereden met, met forse snelheid. Ja, ja. En zo heb je dat ook in heel Amsterdam. In Utrecht heb je dat ook. Dat is ook gewoon een en al chaos. Dus dat jij zegt dat je drie keer bent aangereden in een jaar tijd... dat was volgens mij ook in de tijd dat jij dus vijf keer per dag... in de spits moest fietsen. Dus... Ja, dus ik fiets zelf ook wel hard. Dus dat heeft er ook zeker mee te maken. Maar het allerergste vond ik nog. Kijk, um, is, is, ja. in Amsterdam, ik, zeg maar, ik rij nooit door rood. Omdat mm -hmm. het gewoon gevaarlijk is. Ik kan de situatie niet goed inschatten. Maar elke keer was het letterlijk een situatie dat ik een fietspad had... en is dat dan naast een autoweg met echt nog een grasje of een stoepje ertussen... Dus het voelt extreem veilig. En dat dan auto's opeens afslaan ook. Dat, ja. ze gewoon denken van, dat je gewoon denkt van dit is gewoon een oprit. Je mag hier sowieso maar met de, in je eerste versnelling overheen rijden... als je een beetje een normaal auto rijdt. Maar gewoon dat auto's opeens afslaan... terwijl je gewoon een doorgaande heb, weg hebt en zij hebben geen voorrang. Dus in die zin, het is ook best wel plots... als zo'n aso zo opeens afslaan terwijl jij daar fietst. Ik voel al de boosheid... <laughs> Alleen bij het opschrijven, dus het heeft aardig wat met je gedaan, dat snap ik ook. Vooral als je drie driekoek bent aangereden, het is best wel heftig om aangereden te worden. Ik ben één keertje alleen op de motor ben ik aangereden van achteren, maar dat was best wel een harde klap, herinner ik me nog. Want mijn hele motor, ik had dus een driewielmotor met twee voorwielen één achterwiel, zo'n mm -hmm. dus MP3. En uh, dat ding is ontzettend zwaar. En heel de as was gebogen. Dus die auto achter mij, die is op mij ingeknald. En ik ben op de auto voor mij ingeknald. Door ja. die auto achter mij. En even een totale zijspoor. Daar <laughs> zit mijn boosheid. Ik kreeg 50% de schuld. Terwijl ik letterlijk door een Mini. Die. Ja, een auto is veel zwaarder dan een motor. Mm -hmm. Ik ben door die Mini naar van achteren aangereden. Ik ben naar voren ge 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 geknald door die Mini. Tegen een Tesla vooraan. En ik was 50% schuldig. De verzekeraar zei letterlijk van: "Ja, we kunnen niet bewijzen dat jij niet eerst tegen die Tesla aan bent geknald en die Tesla had letterlijk een schrammetje." Terwijl jouw hele as gebogen was. Ja, dus ik herinner me nog dat ik op Paint allemaal foto's heb gemaakt van mijn motor en van die Tesla met van: "Jongens, een auto van 1000, 2000 kilo rijdt met 30 tot 40 km per uur op mij in." Mm -hmm. Wat verwacht je? Ik rem, maar wat verwacht je van een motor dat die als lood op de grond blijft stilstaan, of dat hij nog een stukje naar voren tegen een auto aan kan tikken. Ja. Maar de zorgverzekeraar is eigenlijk. Het was niet ijskoud. dat de as van de auto ook gebogen was. Nee, het was door letterlijk jouw motor. een schrammetje bij die Tesla, want ik ben er zeg maar langs geschramd. En, en de verzekeraar, ja, die zijn ijskoud, die zeggen ook van ja: als jij niet precies kan bewijzen dat, dat jij niet als eerste tegen die auto aan bent geknald, dan krijg jij 50% schuld en krijg je 50% niet vergoed. Oh ja. En ik zei, jongens, kunnen we niet ook een beetje logisch nadenken? Een auto van 2000 kilo 30 km of 50 km per uur, dat ik dan naar voren knal. Maar dat werd niet gehonoreerd. Dus uh, dat was een dure grap voor mij. Ik heb uh, de rest van het geld dus niet vergoed gekregen. En ik had een kapotte motor. Dus daar zit mijn boosheid. Ja, dus, dat is dus wel interessant. Hè? Dus we zijn allebei boos. En, en als ik jou ook zo hoor, dan denk ik van hé, hey, dat is ook een stukje onrecht. Ja. Waarbij je dus ook boos kan worden, omdat onderliggend een gevoel van onrecht, iets wordt jou aangedaan, ja. um, wat onrechtvaardig is. En dat dat ook heel veel boosheid op kan roepen. Omdat het niet eerlijk is. Precies. En dat hebben wel meer mensen inderdaad, dat als je onrecht wordt aangedaan, of als je bijvoorbeeld onterecht beschuldigd wordt, of um, he, dan, dan, dan voelt dat heel erg oneerlijk en onrechtvaardig. Mm -hmm. En dan, dat kan ook echt wel boosheid ook wel direct triggeren. Ja, precies. Dus dat inderdaad vanuit je jeugd, vanuit, vanuit de kern. bepaalde situaties zich hebben voorgedaan. Dat je gevoeliger bent voor zo'n oordeel. En als mm -hmm. dat dan nu gebeurt, kan dat die boosheid. Kan dat, zeg maar een extra liter benzine op het vuur gooien, als het ware. Ja, ja. Dus dat is ook wel interessant. Oké, okay. even naar de basis. De basis. Ja, wat is de functie van boosheid? Nou wat denk ik vooral heel belangrijk is, is dat um, kijk als je er voor boosheid hebt, dan heb je het puur over de emotieboosheid. Dus dat merk je als wij, uh, dat wij nu al gelijk uh, automatisch met het praten over dingen al in een uh, soort van verhitte discussie bijna raken. Ja. Omdat er gewoon heel veel emotie en gevoel bij komt. Dus dat is eigenlijk wel puur die boosheid. Hè? Dat je gewoon merkt dat je wat sneller gaat ademen, dat je wat. Ja, ik voel altijd boosheid een beetje in mijn voorhoofd. Alsof je een beetje zo gaat fronsen. Er komt er is eigenlijk heel veel energie of een beetje kracht die vrijkomt. Um, en je hebt natuurlijk verschillende gradaties van boosheid. Je hebt boosheid, uh, je hebt voor prikkelbaarheid of irritatie. Dat is dan wat milder. Um, maar je hebt ook bijvoorbeeld dat je woedend kan zijn. Hè? Dus op het moment dat iemand mij afsnijdt, dat ik dan bijna met uh, bepaalde vingers ga lopen, wijzen. En uh, nou. En misschien nog mensen een keertje iets toewensen of iets, iets benoemen. Dat is dan echt dat je dan woedend kan zijn. Dat je ja. echt denkt van nou, zo doe je het erop met je witte met je rotbus. Ja. <laughs> ik probeer het netjes te houden, maar dat het dan gewoon echt dat er heel veel vrijkomt. En even voor de luisteraar thuis. In steden heeft denk ik elke fietser een hekel aan klusbusjes en taxichauffeurs... Even ja. met, met zeg maar, met ik e wil met, ja, ik wil mensen niet uh, zeg maar. Uh, het zijn prachtige beroepen, taxichauffeur, bezorger of uh, pizza bezorgers of wat dan ook. Maar in het verkeer doen ze alles behalve wat prachtig is. Ze rijden echt als het is gewoon als ja. Schrikker. Ik denk als je aan iedereen in de stad vraagt van wie zijn het gevaarlijkst op de weg, dan zul je een van die drie of alle drie horen. Dus uh, we willen zeker niemand zwart maken van die beroepen, want het beroep zelf is prachtig, maar de rijskills... Daar ja. moet nog, misschien nog een keertje naar gekeken worden. Wat ik dan wel hierop moet zeggen, om, hè, ter bescherming van hen... dat fietsers zijn ook ASO's in grote steden... Ja. Oh, want ja, die houden ja. zich aan geen enkele regel. Alleen ja, mijn stukje onrecht is dan dat ik me dus wel aan de regels hou... en dan alsnog aangereden wordt. Misschien zijn wij mensen gewoon allemaal best wel op onszelf gericht. Ja. Meer gericht dan dat we hadden gehoopt en gedacht. Want eind, eindstand zijn is bijna elke mobilist of automobilist... Of, 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 of bestuurder in een grote stad maakt er vaak een potje van. Ja, ja, nee, als fietsers, ik zie iedereen altijd door rood rijden. Je gaat mensen inhalen, je gaat op je hoogste versnelling, toch nog, ja. Dus... Oké, okay, nou, la laat de oordelen maar zitten. Uh, we, hebben de allemaal we zijn allemaal boos aan. op elkaar in het verkeer en we dat zet... is oké. Okay. Precies. <laughs> maar terug naar de boosheid. Kijk, boosheid is dus puur een emotie. En wat denk ik wel belangrijk hè, is, zeker in het kader van deze podcast, is dat boosheid is, dus, is dus een emotie, dat is een gevoel. En dat is niet automatisch gedrag. Dus je voor boosheid, dat is dan letterlijk wat er in je lichaam gebeurt. Dus als je een beetje nou ja, opgefokt raakt of een beetje geïrriteerd raakt, dat er heel veel energie vrijkomt. Uh, maar dat is niet hetzelfde als gedrag. Dus bijvoorbeeld hè, als, ik, um, uh, als iemand mij afsnijdt, dan kan ik gelijk boos worden en dat ik een beetje ga fronsen. Maar op het moment dat ik iemand ga uitschelden of een uh, middelvinger naar iemand ga opsteken, dan is het dus gedrag. En op het moment dat dat ook nog heel erg gericht is op de persoon, dan kan dat zelfs ook agressief gedrag zijn. En dat is dus wel belangrijk om een onderscheid te maken. Dus in die zin, um, ja, dus er zit wel echt een verschil tussen uh, een emotie, dat voelen... Uh, en bijvoorbeeld ook verbale agressie, dat je er dus woorden aan geeft... en fysieke agressie, dat je misschien op iemand losmept of iets dergelijks. Dus dat is wel heel belangrijk. Dus in die zin, boosheid heeft een functie. Maar ja, de agressie, ja, daar, dat, 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 dat is niet per se um, iets wat we denk ik moeten willen stimuleren... De kans dat dat een functie heeft is in ieder geval vele malen kleiner. Ja, dus, dus stel dat je in zo'n verhitte situatie terechtkomt, heeft het eigenlijk geen zin om te zeggen waarom ben je boos. Maar het is beter om te zeggen waarom, waarom reageer je zo op jouw boosheid. Op de manier waarop jij dat nu doet. Met ja. je scheldwoorden of je. Ja, acties. precies. En in die zin, kijk, soms kan agressie wel functioneel zijn. Uh, maar dat moet dan natuurlijk proportioneel zijn. Dus op het moment, hè, ik, ik noem even een voorbeeld C, voor je bent bij de Albert Heijn. En je betaalt contant en de cashier die geeft jou 2 euro te weinig terug. Nou, om die cashier dan uit te gaan schelden, dat staat natuurlijk nergens op. Dat is niet proportioneel. He, er is een klein foutje gemaakt. En ja, ja, je kan natuurlijk wel zeggen van ik, ik mis 2 euro. Of daar een beetje verontwaardigd op reageren. Uh, maar als je dan de cashier gaat uitschelden, dat is niet proportioneel voor he, de fout die de cashier in dit geval dan zou hebben gemaakt. Um, terwijl op het moment dat CV um, je voor je loopt door het, uh, je bent s'nachts aan het uh, hardlopen, ik weet niet of mensen dat willen eens doen, maar stel je voor je bent s'nachts aan het hardlopen en je wordt opeens van achteraan aangevallen of um, ja, iemand probeert jouw portemonnee te jatten of iemand die probeert jou iets aan te doen fysiek of seksueel of iets dergelijks, ja, dan is agressie natuurlijk wel heel functioneel. En dan is het dus wel proportioneel om iemand, een, nou, laten we zeggen, een klap te verkopen en te maken dat je wegkomt. Ja, precies. Dus het is echt een, een overle overlevingsmechanisme. Ja. En, en vanuit neurowetenschapper inzicht, wat gebeurt er in ons brein bij boosheid? Stel je voor, laten we even een scenario doen. Je loopt in Utrecht in de nacht om twee uur s'nachts als vrouw zijnde. En iemand komt van achteren en die, die pakt jouw beet en die steelt jouw telefoon. Ik noem maar wat. Ja. Wat gebeurt er in je brein? Ja, dat is dus wel een lastige, een lastige vraag in die zin, direct in relatie met boosheid. Want op het moment dat zo'n gevaarlijke situatie gebeurt, wat jouw brein dus doet, dus jouw amygdala, dat is een beetje het, um, uh, ja. Ja, amygdala, dat is het stukje in jouw brein dat gevaar signaleert. Dus die is eigenlijk in je onderbewustzijn, die is altijd actief bezig. Dus dat is ook wel het interessante. Stel je voor dat jij vastgegrepen wordt, jouw brein heeft al gesignaleerd, ik word vastgegrepen voordat jouw uh, bewustzijn dat eigenlijk weet. Dus soms kan je al reageren. Ergens op, omdat jouw onderbewustzijn het al heeft gesignaleerd. Um, en dan is jouw reactie kan dan net zo snel zijn als het bewustzijn van: hé, hey, dit gebeurt er precies. Ja. Dus jouw begrip van de situatie kan soms wat vertraagd zijn, terwijl jouw onderbewustzijn op het moment dat een situatie gevaarlijk is, al wel af kan gaan. Het is een soort van reflex eigenlijk, hè? Ja, een soort van reflex, inderdaad. Um, maar dus in dit geval, als je, op het moment dat jij aangevallen wordt in het park, als jij aan het hardlopen bent. Dan, gaat eigenlijk, um, dan kunnen er drie dingen gebeuren... en het lastige daaraan is dat je daar niet zoveel invloed op hebt. Dus jouw overlevingsinstinct gaat aan... maar bij de ene kan dat een fight-response zijn. Dus in dit geval als je als vrouw... Nou ja, ik, ja, is die kans misschien net iets kleiner... maar je hebt eigenlijk de fight, flight of freeze-response. Dus of je wordt boos... Je gaat, uh, je gaat mappen en maken dat je wegkomt. Um, alleen op het moment dat iemand veel groter en veel sterker is... Dan kan het ook zijn dat je in plaats van te gaan mappen, dat je denkt van nou, ik ga rennen. Dat dat je eerste instinct is. Of de freeze response, dat kan natuurlijk ook. Dat je gewoon denkt zo van, hé, hey, als jij mijn portemonnee wil pakken, alles wat je wilt. Dat je gewoon eigenlijk als verstijf blijft staan. En dat je je laat beroven. En dat je dan hoopt dat mensen maar weggaan. Dat ze daarmee tevreden zijn. Ja, heel primitief. Maar even, even weer een zijspoor. Het doet me gelijk denken aan, we waren laatst in de stad. en Toen zagen we een kat en een muis. Herinner oh, je die, dat nog? Ja, dat herinner ik me nog. En ik herinner me nog dat die kat dus met die muis aan het, ja, niet spelen was, die was hem gewoon aan het martelen, die, die muis, maar het lijkt op spelen. En op het moment dat de muis begon te rennen, begon eigenlijk de kat erop te springen. En op het moment dat de muis begon te freezen en te doen alsof hij dood was, deed de kat niks. Ja, dat was heel zielig. Ja, maar het, is wel, het laat wel een beetje de primitieve respons zien van als je in elkaar wordt geslagen, ik noem maar wat. Een vriend van mij die werd in elkaar geslagen in Zuid-Amerika door een, een groep jongens. Ze waren met z'n drie en er kwamen tien man op en af. Je kan twee dingen doen: of je kan vluchten en je hoopt dat dat lukt, mm -hmm. of je kan vechten, maar dat weet je niet tegen tien man. Ja. Of je kan freezen en blijven liggen en jezelf beschermen. En op een duur stoppen ze wel. Dus het heeft een soort van dempende werking, dat freezen. Ja. Dus, dus, in, dus, dus terugkomend op je verhaal: het heeft, alle drie hebben een functie tot overleving. Zeker, zeker. Sorry dat ik je stoor. Uit onze statistieken blijkt namelijk dat 80% van al onze luisteraars nog niet geabonneerd is. Terwijl dit gratis is en ons enorm helpt. Dus mocht je deze podcast interessant vinden en willen ondersteunen, pauzeer dan deze podcast, abonneer je op ons kanaal en laat een duimpje of sterren achter. Dit motiveert ons om door te gaan en zorgt ervoor dat we elke week op zondag om 12 uur een nieuwe aflevering kunnen opnemen. We gaan weer verder met de podcast. En um, dus in die zin, dat is wel denk ik heel belangrijk om te weten ook weer dat verschil tussen boosheid en agressie. Daar zit natuurlijk wel een verschil tussen. Um, maar ook om terug te komen eigenlijk op boosheid. Boosheid is een, wat we dus vaak meekrijgen. Ik weet niet of jij dat herkent, of ongetwijfeld zullen wat luisteraars zijn die dat herkennen. Um, maar vaak krijgen we toch bewust of onbewust via onze opvoeding mee: van je mag niet boos zijn of je mag niet boos zijn. Dus he, misschien als kind dat als je. Nou ja, laten we zeggen dat uh, je in de supermarkt bent en je krijgt niet je favoriete snack. En dan uh, word je heel erg boos. <laughs> of je krijgt een of andere tantrum. En je als ouder, denk je natuurlijk van: Ja, je uh, ga ik niet aan toegeven. Ha stop met boos zijn. Ja. Je moet je normaal gedragen. En uh, in, die, in die situatie is dat wel heel erg, waarschijnlijk wel heel erg passend. Maar wat, wat, wat vaak betekent, is dat op het moment dat je als kind bepaalde emoties voelt, hè, dus of je bent heel verdrietig of je bent heel boos. Of je bent heel angstig. Um, veel mensen krijgen ook vaak vanuit de opvoeding mee dat die emoties. dat je die gewoon eigenlijk voor jezelf moet houden. En dat je die niet zozeer moet gaan uiten. Dus hè, boosheid is iets wat je misschien intern zelf voelt. maar niet iets wa 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 wat je moet uiten. of waar je anderen bij wijze van spreken mee lastig moet voelen. Yeah. Dus wat je vaak ook ziet bij boosheid. is dat mensen het heel erg binnenhouden. En dat is dus juist heel zonde. Dus van de ene kant kan je te veel boosheid hebben. maar van de andere kant kan je ook te weinig boosheid hebben. En boosheid is juist ontzettend belangrijk, evolutionair gezien ook, om ten eerste erachter te komen van, hé, hey, is iets belangrijk voor mij of niet? He, dus op het moment dat jij inderdaad aangereden wordt op je motor, dan is dat wel een teken voor jou van, hé, hey, misschien is onrecht een thema wat belangrijk voor jou is, dat mensen eerlijk met jou omgaan. En als mensen niet eerlijk met jou omgaan, dan roept dat boosheid op, omdat eerlijkheid gewoon voor jou, eerlijkheid en rechtvaardigheid voor jou gewoon ontzettend belangrijk is. Dat kan dan je waarde zijn dat je mensen je eerlijk en rechtvaardig behandelen. Um, aan de andere kant kan boosheid ook bijvoorbeeld heel belangrijk zijn om een grens aan te geven. Hè, dus wat je dus ook ziet is als je totaal geen boosheid hebt, dat dat ook uh, het risico geeft dat mensen misbruik van jou maken. Ja. Kijk, zeg je voor ik iets super onrechtvaardigs bij jou doe. Zeg je voor jouw MacBook. Zeg je voor dat ik straks jouw MacBook meeneem. Nou, dan word ik denk <laughs> ik wel boos, ja. Ja, maar moet je nagaan, als jij niet boos wordt... dan denk ik de volgende keer, nou, dan pak ik je auto ook. Of ja. hè? Ik, <laughs> ik noem maar oh, iets. Lekker dan, ja. Nee, maar dit is gewoon puur, hè? Ik zou ja. het natuurlijk nooit doen. Maar het is gewoon puur om aan te geven dat op het moment... dat ik over jouw grens heen ga bij iets wat totaal on oneerlijk is... Um, dan kan boosheid dus ook wel helpen om uh, duidelijk te maken van... hé, hey, uh, dit moet je niet doen. Dus ja. dat je jezelf eigenlijk zo beschermt. En kijk, dit zijn natuurlijk wel grote voorbeelden als je het bijvoorbeeld hebt over een, uh, iets van je stelen, want dat mag natuurlijk helemaal niet en dat is ook totaal niet oké. Okay. Uh, maar het kan ook in kleinere vormen zijn, dus het kan ook wel zijn, ja, misschien een iets schrijpaardere voorbeeld zou zijn, bijvoorbeeld als je op werk bent en dat iemand, um, uh, dat iemand de hele tijd jou zijn werk laat afmaken. Hè? Dus dat iemand altijd zegt zo van, oh Chris, uh, doe jij dit maar, doe jij dit maar. En dat, dat iemand gewoon zegt, of, of in een sociale context, dat iemand jou de schuld geeft van dat diegene zijn werk niet goed heeft gedaan. Of dat gewoon heel subtiel bijvoorbeeld doet. Ja. Maar op zo'n moment, zeker dat een collega dus de hele tijd jou zijn uh, werk laat doen of alle taken op jou afschuift, dan kan boosheid ook iets zijn van, hé, hey, maar dit moet je niet doen, zo ga je niet met mij om. Ja, dus... En als je daar een beetje pit in zit of dat je, als je daar duidelijk in bent, hè, dus niet gewoon duidelijk, hè, professioneel gezien duidelijk in bent dan geef je dus ook wel weer heel duidelijk je grens aan. In plaats van, um, ja, je kan het ook doen door te communiceren... te vertellen wat je voelt en wat je daarvan vindt. Um, maar bij sommige mensen moet je duidelijk zijn. Ja, dus om, om primitief door te gaan, do door soms je tanden te laten zien... kun je ook duidelijk maken van, hé, hey, nu is het genoeg. Ja. Nu is het klaar. En wat ik dan ook heel interessant vind, is dat het sociale context... heel belangrijk is in de uiting van boosheid. Wat je dus ook zegt, hè? Dus als je ouders zeggen van, hé, hey, je mag je boosheid niet uitdrukken op die en die manier... Uh, dat je ook op cultureel vlak heel veel verschil daarin hebt. Want bijvoorbeeld uh, als ik dan denk aan bijvoorbeeld de markt in, uh, in, 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 in Tanger in Marokko. Daar werden sommige mensen echt boos. Daar weet je dan zeg maar... Um, um, oh ja, dan, dan, bijvoorbeeld als je dan op die markt loopt... dan word je letterlijk 500 keer per aantal meter aangesproken. En ik herinner me nog dat ik dan denk van... nou oké, okay, nee jongens, geen interesse, nee dank je of uh, ja. wat ik ook zei. En op een duur was er ook zelfs een man die, die, die pakte mij bij mijn arm. En toen dacht ik bij mezelf, oké, okay, ik, ben, ik ben al boos dat jullie de hele tijd een uur ja. lang mij aan het aan, ja, roepen zijn met koop dit, koop dit, koop dit. En dan ga je ook nog eens aan mijn arm zitten. En ja, dan word je boos. En ja. dan begin je dus echt de boosheid te laten zien. Laat je je tanden zien. Ik ga ze niet aanvallen. Misschien dat. dat en, en iedereen reageert daar natuurlijk anders op. Maar ik werd gewoon heel boos en ik maakte duidelijk van nu moet je gewoon. Ja, in het Engels uh, go away of wat dan ook. Terwijl ik dat nooit zou zeggen, ik zou nooit tegen iemand zeggen ga weg. Ja. Maar toen dacht ik bij mezelf van jullie stoppen niet. Je Jullie gewoon niet te stoppen. Dus de, het sociaal, de sociale context, ja. die laat ook zien hoe je reageert. Terwijl misschien een local, als daar een iemand die daar vandaan komt, wordt aangesproken, zegt hij gelijk: st, ga weg, ga weg. Ja. Weet je? Terwijl ik dan denk van nee dankje, nee dankje, nee dankje. Maar na 287 keer nee dankje. Wordt het ja, nu moet je oprotten. Nu is het klaar met jou. Snap je? Dus ja. het is toch wel interessant hoe, dat, hoe de, de situatie, de omgeving ook inkleurt hoe jij reageert of hoe jij omgaat met jouw boosheid. Ja, nu zeg je eigenlijk ook twee hele belangrijke dingen. Want als eerste dus dat het heel duidelijk. Het is een duidelijk communicatiesignaal hebt. Want als jij jouw grens aangeeft, als jij communiceert met een beetje lading, inderdaad, van dit moet je niet doen. Nou, de kans is super groot dat mensen dan daarmee ophouden. Mm -hmm. Omdat je duidelijk hebt gecommuniceerd. Terwijl als jij zegt. Oh nee, dankje. Dan denken ze van nou, daar valt misschien nog wel iets te halen. Hè? Want uh, hè, misschien als je net iets te lang kijkt, of hè, misschien kan ik je overtuigen. Dan ja. met die boosheid, dat is dus automatisch zo'n signaal van ja, back off. ga. Nou, nu is het klaar. Nu is klaar. <laughs> en daarnaast wat je ook zegt, wat dus heel erg interessant is, vind ik dan persoonlijk. Is dat um, op het moment dat jij dus al veel energie kwijt bent, uh, veel energie bent verspild. He, dus op het moment dat je al 200 keer nee hebt gezegd, dan bouwt er al. Je ziet dan een hele mooie gradiënt eigenlijk. Hè? Het begint bij uh, dat je denkt van nee, dit wil ik niet. En dan komt er een beetje irritatie bij. En dan ben je de hele tijd een beetje beleefd aan het communiceren van hé, hey, dit gaat niet goed. En dan op een gegeven moment heb je één iemand die nog iets verder gaat. En dan word je opeens boos. Ja. Terwijl eigenlijk al die andere mensen, daar was je eigenlijk ook al boos bij. Maar dan gewoon minder qua lading. Dus dat het als het ware een soort van. Gradiënt is van de mate van boosheid die je ervaart. En ook op mijn gedrag, die ja. ging ook mee. Ja, precies. En wat ook heel interessant is wat je zegt, is dat op het moment. En dat merk je dat misschien dat de luisteraar daar ook uh, last van kan hebben. Um, dus op het moment dat jij uh, weinig energie hebt, of op het moment dat jij um, een, een beetje over je grens heen gaat, op andere gebieden, laten we zo zeggen. Dat je misschien te hard werkt, of dat je moe bent, of dat je slecht slaapt, um, de kans dat jij dan prikkelbaar wordt en je afreageert op anderen die is dan ook groter. Ja. Yeah. Omdat je eigenlijk je bent dan als het ware je energie aan het beschermen. Dus op het moment dat jij over je energie heen zit of over je max heen zit en dan mensen nog wat van je willen of wat nog van je vragen, dan kan je dus ook sneller prikkelbaar worden en je afreageren. En dan niet per se omdat diegene iets fout doet of iets verkeerd doet, maar dat kan dus ook een signaal zijn voor je lijf en voor je hoofd van hey uh, mijn batterij is leeg, of ik ben een beetje overwerkt, of ik heb een zware dag gehad, of ik. Mijn zelfzorg is eigenlijk gewoon niet zo goed op dit moment. Ja, boosheid is eigenlijk een soort van denkbeeldige muur die je opzet om jezelf te beschermen. Ja, absoluut. Daar komt het eigenlijk op neer. En ik kan me ook afvragen, dus als we het nu eventjes heel metafoor in metafoortermen gaan houden. Dus die muur die bouw je op om jezelf te beschermen voor bijvoorbeeld die energieverlies, wat je zegt, of jezelf te beschermen tegen de. De woede die zich opbouwt in jezelf. Kan het ook andere emoties maskeren, boosheid? Absoluut. Ja, zeker. zeker. Dus um, nou, waar ik dan gelijk aan moet denken. Is. Um, kijk, op het moment dat jij uh, boos bent. dan uh, slaat de energie naar buiten. Hè? Je geeft uh, naar anderen je grens aan. Maar uh, zee voor voordat jouw onrecht is aangedaan. Zeker voor dat, uh, dat voorbeeld met de motor die jij in het begin van de podcast noemde. Kijk, dan word je boos, want dan denk je van... hé, hey, ik ben boos op jullie, want jullie hebben mij onrecht aangedaan. Maar tegelijkertijd onderliggend, als je misschien niet boos was geweest... dan had je misschien je gekwetst gevoeld of verdrietig gevoeld... omdat je denkt zo van, hé, hey, um, er wordt mij weer onrecht aangedaan... en dat dat je misschien eigenlijk ergens ook wel verdrietig maakt... want de wereld is oneerlijk en met, in dit geval... dit is een situatie waarin oneerlijk met je omgegaan is. Dus in die geval boosheid, dat kan naar buiten slaan. Maar wat je dus ook vaak ziet... is dat het ook een beschermer kan zijn... voor diepere onderliggende emoties. Hm. En stel je voor ook... je hebt een, uh, een ruzie met een vriend van je... en die zegt iets onaardigs tegen je... of die, die uh, maakt een grapje... die heel slecht valt. En dan kan je boos worden. Uh, maar onderliggend kan het misschien ook zijn... dat hij een grapje maakt dat hij daar eigenlijk... heel onzeker mee maakt. Omdat je misschien zelf ook wel... Nou ja, wat hij dan zegt, dat je daar een gedeelte van jou, een kant van jou daar misschien zelf ook in gelooft. Of dat je misschien verdrietig voelt omdat dat gewoon kwetsend was, wat diegene zei. Ja. Het kan ook zijn dat het je angstig maakt, omdat het daarmee dat je denkt: zo van hé, hey, staat onze vriendschap nu een beetje op scherp? Is er nu een kans dat wij geen of minder contact hebben, dat die vriendschap stuk gaat, omdat iemand jou beledigd heeft? Ja. Dus er kunnen heel veel. Um, ja, er kunnen heel veel onderliggende emoties liggen wat die boosheid beschermt. En um, ja, dus dat kan je ook voorstellen. Bijvoorbeeld um, als ik dan een beetje in cliënten denk, dan, um, of gewoon in algemene termen bedoel ik dan. Um, je kan je ook bijvoorbeeld voorstellen, stel je voor dat jouw ouders scheiden. Als puber zou ik maar zeggen, heb je bijvoorbeeld twee keuzes. Of je voelt je voor het heel erg angstig omdat je niet weet wat de toekomstige situatie is. Je voelt je misschien heel erg verdrietig en gekwetst. Um, omdat er een, 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 een afwijzing eigenlijk is geweest hè, tussen je ouders, maar misschien ook tussen jou en je ouders. Dus dat zijn hele diepe, pijnlijke emoties. Maar vaak willen we die niet die voelen. En ja. hè, zeker als puber is dat misschien nog veel moeilijker om, uh, om eigenlijk dat verdriet en die angst te voelen van alles wat gaat veranderen en hè, dat de, nou ja, de sfeer zal niet op haar best zijn. Dus dat is ook heel verdrietig. En wat je dan dus kan gaan doen, is dat je dan dus in plaats daarvan dat je een soort van boosheid in gaat zetten als afweermechanisme. Dus dat je bij wijze van spreken dan de chagrijnige gepuber gaat worden. Die zich altijd um, afreageert op, um, op anderen. Of die uh, de, de contact een beetje kort houdt. Maar dat kan dan ook een soort van een beschermingsmechanisme zijn om maar niet bij die gevoelens te komen. Hè? Dus voor, je, voor binnen kan het een beschermingsmechanisme zijn dat je niet die angst en dat verdriet voelt. Maar het kan ook naar buiten weer dus opnieuw een beschermingsmechanisme zijn van hey kom niet te dicht bij me. Want um, ja, straks word ik weer gekwetst. Ja, en in beeldspraak dus inderdaad, of je bouwt die muur dus om je heen. Of je bouwt die muur dus om die om die diepe pijnlijke emoties heen die je eigenlijk wil beschermen of niet wilt uiten. Dus het is echt een heel interessant beschermingsmechanisme. Of beschermingsmuur, die ja. boosheid. En dat is dus ook het lastige voor de mensen die totaal geen boosheid voelen. Dus je, hebt, uh, je hebt ook mensen die bijvoorbeeld totaal niet uiting kunnen geven aan die boosheid. En dan heb je ook verschillende gradaties. Sommigen zijn dan wel een beetje geïrriteerd, maar in een gedrag doen ze dan te totaal tegenovergestelde van wat je zou verwachten bij irritatie. Dus dat je bijvoorbeeld heel erg pleasant en heel erg lief bent, maar dat je onderliggend wel een soort van wrok hebt of denkt van hé, hey, dit voelt oneerlijk of ik voel me niet gezien of niet gehoord en jij gaat niet goed met mij om. Yeah. Dus te weinig uiten van boosheid kan in die zin dus ook heel lastig zijn. Ten eerste omdat het dan meer naar binnen kan slaan, dus dat je meer die verdriet en die angst hebt en dat je misschien als je daar te lang in blijft zitten, dat je ook niet echt een manier hebt om daar uit te komen. En dan kan boosheid dus juist heel functioneel zijn dat het in plaats van dat het allemaal zo naar binnen slaat, dat je boosheid dus ook gebruikt dat het wat meer naar buiten slaat en dat je wat meer in de actiemodus komt in plaats van in die passieve modus van verdriet en eenzaamheid en angst. Ja, en dat zie je dan ook regelmatig inderdaad bij mensen die bijvoorbeeld pleasant zijn of heel goed willen zijn, altijd heel aardig naar de wereld willen zijn. Ja. Dat die vaak ook zelf tegen dingen aanlopen. Want, want, want eindstand moet je denk ik een beetje zo zien. Boosheid, dat iedereen zal boosheid ervaren. Dat is gewoon een menselijke reactie. Dat hoort er gewoon bij. Zelfs als eenzaamheid, boosheid, al die, dat, dat hoort er allemaal bij. Maar ik denk wel dat het goed is om die boosheid via een bepaalde route wel. Jezelf te laten ontluchten van die boosheid. Ja. En uh, daar komen we eigenlijk terug op de vraag van de luisteraar: hoe kan ik leren om mijn reacties te beheersen? Die kunnen we dan gelijk ook, denk ik, beantwoorden. Zeker, zeker. Nou, ik denk allereerst weten in ieder geval dat boosheid dus hartstikke normale emotie is. We hebben denk ik genoeg voorbeelden gegeven, yeah. <laughs> ook uit ons eigen dagelijks leven. Waarbij je denkt ze van oh, dat is ook oké okay om het gewoon te ervaren. Hè? Voordat iedereen denkt dat we hele boze mensen 24-7 zijn. Nee. Dat valt reuze mee. Maar zo nu en dan, als boosheid opkomt, dan is dat ook oké okay. en dan is dat ook normaal. En het is ook deel van het mens zijn. Om af en toe boosheid te ervaren. Maar vooral blijf er niet in hangen. Dat is dan ja. uh, deel 2. Dus het is super normaal om af en toe boos te zijn. En wat denk ik ook belangrijk is voor onze luisteraar. is om um, na te gaan bij jezelf. van hey, wat probeert die boosheid mij te vertellen? Dus in plaats van hey, het is boos en het is slecht. en dat, dat moet er niks mee. dan gaan we denk ik iets meer naar het gedrag toe. Met gedrag kan je aanpassen. Maar die boosheid die wil jou eigenlijk iets vertellen. Ja. En dan is het goed om bij jezelf na te gaan van hey. Wees, dus, we, wees lekker nieuwsgierig, wordt uh, word de Einstein van je eigen boosheid. <laughs> Zet die onderzoekersbril op en, en, en ga bij jezelf na van, hey, wat probeert die boosheid mij te vertellen? Is het omdat er misschien iets van onrecht is aangedaan? Gaan mensen structureel voor mijn grenzen? Of ben ik mezelf heel erg aan het overbelasten waardoor ik al dit aan mijn max zit? Dus dan hoeft er maar iets soms te gebeuren of je wordt boos. Of voel je je misschien onderliggend niet gezien of gehoord of begrepen... en maakt dat je boos? Yeah. Zit je te veel in de please-stand, waardoor je te veel geeft... maar eigenlijk te weinig kreeg, krijgt? En maakt dat je boos? Er zijn eigenlijk um, ja, heel veel voorbeelden te bedenken... wat je boos zou kunnen maken. Yeah. En um, als je dan weer meer, meer naar de praktische kant gaat... dus echt het gedrag, hè? dus ik, als ik het goed herinner... de luisteraar zei van, ja, ik reageer me af op andere mensen... Mm -hmm. Ja, ik denk dus als je die boosheid onderzoekt... en als je ook, zegt je voor, je bent overbelast... ja, ga dan iets met de oorzaak doen. Hè. Ga iets met de oorzaak doen als je overbelast bent. Eh, kijk of je kan investeren in je slaap. Kijk of je kan investeren in iets meer balans houden... zodat je wat minder tegen die max aan zit. Ja. Um, dus probeer de oorzaak aan te pakken. En als je dan wat praktisch hebt van... hé, hey, weet dat boosheid voelen, dat is goed. Maar eh, zorg dat het proportioneel is. Dus stel je voor in je relatie met je partner... Um, ben je af en toe boos of reageer je af? Ga dan het gesprek aan van hé, hey, wat in die ander triggert jou? Waardoor jij boos bent. Doet hij ja. iets te veel? Doet hij iets te weinig? En probeer vanuit jezelf uit te leggen. Eigenlijk van hé, hey, ik denk dat dit is wat, mij, wat met mij gebeurt. En ik vind het ook niet leuk om jou dit af te reageren. Maar ik denk dat het door dit en dit komt. En um, ja, misschien kunnen we elkaar helpen om te kijken of een andere manier ook mogelijk is. Ja, dus het is inderdaad een teken, dat, zeg maar, het is een signaal van je lichaam die veel voorkomt en dus ook een, een diepe oorsprong kan hebben. En ook bij veel psychische stoornissen en klachten ook kan voorkomen natuurlijk boosheid. Dat is iets wat heel vaak voorkomt. En zit je thuis en denk je bij jezelf van, hé, hey, ik ben heel vaak boos of ik voel me heel vaak niet lekker of niet goed in mijn vel of uh, ik reageer heel heftig op bepaalde situaties... Plan dan een gratis oriëntatiegesprek in met uh, psycholoog Aisha. We hebben een aantal plekjes vrij in haar agenda waarin zij kan meedenken met jouw casus of met jouw situatie. En dan uh, kan zij je advies geven hoe je daarvan af kan komen. En mocht je dat willen en denken van hé, hey, ik wil nu inderdaad uh, hier wat aan doen, dan kan dat op www.christenijsja.nl/slash bellen. En ik zal het linkje ook hieronder in de video zetten. Maar inderdaad, dus wat je, wat je zegt, het is dus een reactie, die boosheid. En boosheid is hartstikke normaal. Yeah. Um... En laat het ook gewoon gaan. En als ik dan bijvoorbeeld ook een tip van de week mag geven. Zeker. Bij boosheid. De, iedereen heeft een bepaalde woede of boosheid in zich. Dus iedereen heeft wel eens onrecht meegemaakt. Iedereen heeft wel eens iets heftigs meegemaakt. En als dat dan weer getriggerd wordt. Dan kan je twee dingen doen. Of je kan de pan uitflippen op dat moment. Maar dat is denk ik echt. Eigenlijk bijna nooit een goede beslissing. Maar je kan ook thuiskomen. Pak een A4 erbij en schrijf in 10, 20 minuten op waarom je boos bent. Waar dat vandaan komt, wat je diegene wilt ja. toewensen. Er komen hele bizarre dingen uit. Neem het niet serieus. Wat je opschrijft. Want het is die, die inner child, om het even zo te noemen, die dat zegt. Maar schrijf het een keertje op, want dat kan ook ontzettend opluchten. Ja, fijn. Dat is ook wel een hele mooie methode, inderdaad. Hè? Dus als je boos bent, hè? probeer te onderzoeken. En als je meer praktisch wat kan je ermee doen, ja, schrijf het van je af. Probeer het op een andere manier te kijken of je het kan verwerken. En dan. Schrijven is een supermooie methode. Um, maar een ander, ja, kijk, het, het geeft ook heel veel energie. Dus je kan die energie ook gebruiken om iets, in iets anders te stoppen. Dus hè, ga je hele huis verbouwen, hè, ga nieuwe inrichtingen, ga meubels maken, ga, ga, ga boksen. Of hè, kijk, bedenk een manier inderdaad, die goed bij jou past. Zoals bijvoorbeeld schrijven of, uh, hè, of meer licha in lichamelijke activiteiten om die energie wat meer te kanaliseren. Precies. En um, in de heat of the moment, even, als je echt midden in een conflict zit, hey, gun jezelf ook de kans om uit het conflict te gaan. Door bijvoorbeeld te zeggen van hey, even tot tien te tellen of naar een andere kamer te gaan. Of door in ieder geval te communiceren van hey, ik ben heel boos, ik moet nu even afkoelen, maar ik kom je later op terug. Precies, dus gebruik de, boosheid, de energie van de boosheid in, jou, in jouw voordeel of ontlucht hem op een stuk papier. Ja, mooi. Oké. Okay. Nou, voor nu wil ik je bedanken voor je aanwezigheid, Aisha. Jij ook. Graag gedaan. En voor de luisteraar ook, mocht je dit een interessante podcast-aflevering vinden, vergeet dan vooral niet te abonneren. Dat kan op de knop hieronder. En vergeet ook geen sterretjes achter te laten. Dat helpt ons en dat helpt onze missie om Nederland mentaal sterker te maken. Voor nu wil ik zeggen tot de volgende week. Tot de volgende week.